even wat hoogtepuntjes van de afgelopen 15 jaar. Adjunct hoofdredacteur van het sportweekblad Voetbal International, Johan Derksen. Je denkt toch niet, als er een meneer met een snor in beeld komt die zegt, zus en zo is het, dat heel Nederland thuis bij de open haard ja zit. Dan ga jij echt een beetje makkelijk door de bocht, Johan, want jij hebt heel veel invloed. Heel Nederland zit nu op één ding te wachten, Barbara. Dus jij ook met onderbroek aan? Vroeger wel, ja, toen ik bij de jongetjes speelde. Ja, douche ik ook al. Met de meisjes niet meer, hè? Met de meisjes niet meer, nee, ja. Ik zit te denken, jij zegt, hij heeft een kussentje. Het schijnt dat ze die stoel weggehaald hebben en dat die staat. Mamel heeft geblesseerd, 3 weken. Ja, godverdorie, ja, van me. Ik heb hem een fruitmand gestuurd. Echt waar? Ja, nee, nee, nee. AC Milan heeft interesse getoond voor Manolev. Nou, dan denk ik, wat een zelf ingenomen kwalletje is die kraai. Ik zit 3,5 jaar naast jou hier aan tafel. Dan laat ik me niet voor dat soort achterlijke dingen laat ik me uitmaken. Zo praat ik tegen jou ook niet. Ja, zo praat je tegen mij ook niet. Hans, we hebben jou als voetballer geanalyseerd. Ja. En we hebben gezegd dat je een leuke voetballer was. En we hebben ons vermaakt met je. Maar je was natuurlijk ook een gemankeerde, zeer beperkte voetballer. Je kon er eigenlijk niet zoveel. Gerrit, nou, wat had ik aan Gerrit? Nee, maar wat heb ik aan een aanvoerder? Nee, maar Gerrit is natuurlijk een slechte aanvoerder. Ja, maar je hebt toch helemaal... Wat heb je dan aan een aanvoerder? Nou, ik ben mijn hele leven aanvoerder geweest, dus... En Johan, ik ben je zeer dankbaar dat je voor mij en René weer je feest was aangetrokken. Ja, mijn vrouw was niet thuis en dit was mijn kans. Flutterust, wat heet het? Flutterust. Vraag het dan aan mij. Ja, hoe heet die gozer? Flederis. Oh, Flederis. Of Flutterust, maak je eten.